Daily Minutes nummer 1610 met een uitzending van vandaag 2 mei 2019. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag aan het slot een deel uit de serie over zelfbouw. We beginnen vandaag met een nieuw hoofdstuk uit de serie over micronaties en soevereiniteit. Dit is een nieuw hoofdstuk in de serie over micronaties, geschreven op 2 mei 2019. In Nederland heb je Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, bestaande uit verschillende enclaves. Zwitserland, een land waar vier talen gesproken worden, Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans, heeft twee enclaves. Je kunt ook exclaven zeggen, afhankelijk vanuit welk van de twee landen je het bekijkt. Enclaves zijn omsloten door één ander land. Sommige enclaves zijn onafhankelijk, bijvoorbeeld San Marino, Vaticaanstad en Lesotho. Andere gebieden, zoals Baarle-Nassau en de enclaves waar het in dit hoofdstuk over gaat, behoren tot een andere staat en zijn daarom behalve enclave ook exclaven. In Zwitserland heb je een exclave van Italië in het zuiden en een exclave van Duitsland in het noorden. Campione d'Italia behoort bij de Italiaanse provincie Lombardije. Het plaatsje ligt echter op zijn dichtst gescheiden door 600 meter Zwitsers gebied van het land waar het dus onderdeel van is, Italië. Het smalle stuk naar Italië is echter niet bereisbaar vanwege de bergachtige regio waar het ligt. Over de weg is het 14 kilometer van de dichtstbijzijnde plaats in Italië naar Campione. Het plaatsje ligt in een deel van Zwitserland waar Italiaans gesproken wordt. Een stukje over de historie. Italianen, dat wil zeggen toen nog Romeinen genaamd, woonden er al in het plaatsje in de eerste eeuw voor Christus. Er was toen een militaire uitvalspost gevestigd om te voorkomen dat er een invasie in het Romeinse Rijk kon plaatsvinden. Het plaatsje was tot het jaar 777 in handen van een edelman die het in zijn testament in dat jaar naliet aan de aartsbisschop van Milaan, niet zo heel ver daar vandaan. Die droeg het vervolgens over aan de abdij van Sint Ambrosius, ook in Milaan gevestigd. In 1512 ging het omliggende gebied in Ticino, ook nu nog onderdeel van Zwitserland, dat tot dan toe bezit was geweest van de bisschop van Como, naar Zwitserland. Dit gebeurde als dank voor de steun van het land tijdens de oorlog van de Liga van Kamerijk, ook bekend als de oorlog van de Heilige Liga, een van de belangrijkste Italiaanse oorlogen. De abdij bleef echter eigenaar van wat nu Campione is en nog een stuk gebied, ook op de westoever van het meer van Lugano in Zwitserland. In 1798, dat was de tijd dat Napoleon Bonaparte in Nederland het voor het zeggen had, die was hier van 1795 tot 1806. In 1798 dus besloot Ticino zich aan te sluiten bij de Zwitserse Confederatie, de provincie dus. De inwoners van Campione echter verkozen het om onderdeel van de Italiaanse provincie Lombardije te blijven. Twee jaar later in het jaar 1800 stelde Ticino aan Italië voor om de regio Indimin tegen Campione uit te ruilen. 14 jaar later werd hier in Campione een referendum over gehouden en de inwoners van Campione gaven daarbij een grote meerderheid aan om bij Italië te willen blijven. Toen echter in 1848 tijdens de oorlogen die tot de vereniging van Italië hebben geleid, vroeg Campione in een petitie aan Zwitserland om het gebied te annexeren. Zwitserland wilde echter in die oorlog neutraal blijven en kon daarom niet anders dan het verzoek afwijzen. Na de unificatie van Italië werd alle gebied westelijk van het meer van Lugano en de helft van het meer zelf aan Zwitserland gegeven, zodat transport en bevoorrading binnen Zwitserland niet meer over Italiaans grondgebied plaats hoefde te vinden. De Italiaanse dictator Mussolini voegde in de jaren 30 d'Italia aan de naam van Campione toe. Er werd ook een poort in dat jaar met ornamenten voor het plaatsje gebouwd om de status van het gebied maar duidelijk te maken. Bijzonder is dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het plaatsje een kantoor van de voorloper van de CIA voor activiteiten van de geheime diensten van de VS in Italië gevestigd was. Op dat moment had de fascistische regering van Italië de controle over het plaatsje verloren en stond het onder bestuur van Zwitserland. De neutrale Zwitserse regering zei niets van de op zich illegale activiteiten van de Amerikanen in het plaatsje, zolang die activiteiten onopvallend plaatsvonden. Tijdens deze periode werden in Campione postzegels uitgegeven, waarop stond Campione d'Italia, dus dat het wel bij Italië hoorde, met de waarde op de postzegels in Zwitserse franken in plaats van Italiaanse lire. Net als de Duitse exclave in het noorden is Campione, hoewel Italiaans, grotendeels geïntegreerd in Zwitserland. Bijvoorbeeld op administratief en economisch gebied. Het legale betaalmiddel in de Italiaanse plaats is bijvoorbeeld de Zwitserse frank. Er kan ook in euro's worden betaald, maar er zijn winkels waar het niet kan en dat is ook niet verplicht. Kentekenplaten van voertuigen uit Campione zijn niet Italiaans, maar Zwitsers. Als je internationaal naar Campione wilt bellen, moet je, ook vanuit de omliggende Italiaanse plaatsen, 041 voor het nummer zetten, terwijl dat vanuit Zwitserland niet hoeft.
Bij Postna Campione mag je zowel de Zwitserse postcode voor het plaatsje gebruiken als de Italiaanse. Verder hebben de Italiaanse inwoners van Campione dezelfde rechten als inwoners van Zwitserland, zoals bijvoorbeeld bij gezondheidszorg en toegang tot ziekenhuizen. In het plaatsje is net als in de belastingvrije Italiaanse plaats Livigno geen Europese BTW verschuldigd. De politie in Campione wordt gevormd door Carabinieri, een vorm van militaire politie in Italië, en een klein korps Polizia Locale, lokale Italiaanse politie. Brandweer- en ambulancediensten zijn er echter weer Zwitsers. Campione had op 1 januari 2018 1955 inwoners. Dit keer heb je, als je via de podcast luistert, iets extra's wat je via dmr.li vandaag niet hebt. Namelijk punt 1, het trucje wat ik gisteren beschreef om de muziek en het ene stereokanaal weer te geven. Dat is niet te horen op dmr.li, maar wel bij de podcast en op YouTube. En wat er ook nog eens is, ik zei gisteren dat ik me per uitzending maar één keer versprak. Ahum. Nou, dat ging vandaag anders. Bloopers. Ja, dit is deel 5 van de serie over zelfbouw. Ik heb zelfs nog voordat ik voorzichtig wat op 27 FC ging doen, flink wat met deze optimistschakeling geëxperimenteerd. Zo vertelde ik vorige keer al. Eenvoudig beginnen, dat is natuurlijk altijd belangrijk. Ik ben overigens begonnen, zoals veel mensen denk ik, met de bekende EE-bouwdozen van Philips. Volgens mij was het eerste dat ik buiten dit bouwpakket om op een stukje veroboord maakte een morsetoongenerator, een sounder dus. Ik had voordat ik ook maar begon overigens al een 19 set sleutel die ik van de vader van een klasgenoot kocht. Die vader was luisteramateur, maar deed er niet heel veel meer mee. Ik heb al eens op een middag in de zomervakantie bij hen op zolder vrijwel de gehele middag op een oude scheepvaart ontvangen naar verschillende amateurbanden zitten luisteren. Op een moment overigens dat daar vanwege slechte condities zowat niets te ontvangen was. Het gebrek aan hoorbare amateurs op dat moment kon me overigens niet ontmoedigen. Maar dat terzijde, eenvoudig beginnen, ik zei het al, dat is belangrijk als je gaat zelf bouwen. Een microfoonversterker is bijvoorbeeld zo'n project om het zelf te proberen, net als een morsesounder natuurlijk. Maar een microfoon zal meer mensen aanspreken tegenwoordig. Eventuele brokken die je daarbij maakt, die zijn in de meeste gevallen niet ernstig en de kans op succes is groot. Bovendien kun je vrij eenvoudig door een al dan niet regelbare tooncorrectie te introduceren, je modulatie er een stuk mee verbeteren. Een niet-automatische antennetuner is ook zo'n gemakkelijk en goedkoop te bouwen eerste project. Zeker als het is voor zendvermogens onder de bijvoorbeeld 30 watt. Je kunt die gebruiken met een SWR-meter die je al hebt. Of je kunt zelf een indicator maken die ofwel de maximale antennestroom aangeeft of de minimale SWR bij de beste aanpassing. Antennestroom kan bij QRP-vermogens bijvoorbeeld door tijdelijk een ouderwets fietslampje in serie met de antenneuitgang te zetten en dan op maximaal licht te tunen. Na afstemmen moet het lampje weer overbrugd worden om niet een deel van je zendvermogen in licht om te zetten. Het hoeft dus niet veel te kosten, zeker als je 1 of 2 afstemcondensatoren uit een oude radio kunt gebruiken die je al hebt en als je de spoel met aftakkingen zelf wikkelt. Met een dergelijke tuner kun je al antennes afstemmen die met de meeste automatische tuners dus niet lukken. Voor een antennetuner hoef je doorgaans geen printplaten of zo te maken, hooguit als je een heel net gemaakte SWR-meter aan de tuner wil toevoegen. Het hoeft ook niet per se in een behuizing of een metalen kast of zo. Ik heb zelf een longwire tuner met een condensator uit een oude radio en een rolspoel die gewoon open en bloot op een houten plank is gemaakt, met 4 rubberen dopjes eronder dat hij niet van de tafel schuift. Antennes zijn zeer zeker heel dankbaar als bouwproject, omdat je makkelijk resultaat haalt en zonder veel kennis of vaardigheid al iets kunt maken dat enorm bevredigend werkt. Dat geldt met name op HF voor draadantennes bijvoorbeeld, maar een dipole of een halve golf voor 50 of 70 MHz of een HB9 CV voor 2 meter is ook heel gemakkelijk te maken. Een groundplane is ook zeer eenvoudig, ideaal als tweede antenne of om naar signalen uit de ruimte zoals het ISS te luisteren. Voedingen worden ook vaak als beginnersproject genoemd, maar ik vind dat een minder geschikt apparaat. Met een voeding kun je, als je niet goed soldeert of de zaak mechanisch niet goed opzet, daar kun je heel veel kwaad mee aandoen en hij kan je dure zendontvanger die erop aangesloten is bijvoorbeeld vernielen. Een verkeerd gemaakte voeding kan daarnaast ook brandgevaarlijk zijn. Ik had het gisteren nog over de Poljakov-mixer, genoemd naar de Rus Poljakov, die de schakeling voor de DC-ontvanger uitvond. Twee van de problemen met de DC-ontvanger, de direct conversion ontvanger, zo zei ik gisteren al, worden veroorzaakt door detectie van audio op de oscillatorfrequentie, waarin in het ene geval brom en in het andere geval microfonie, het geluid uit de check, mechanisch geluid uit de ontvanger zelf, terug de ontvanger in worden geleid, wat tot rondzingen kan leiden. Een Poljakov-mixer bestaat uit twee antiparallel geschakelde diodes, waarbij de mixer zelf het oscillatorsignaal in frequentie verdubbelt. Zodoende bevinden zich de modulatie van de microfonie en de eventuele brom uit opnieuw gemoduleerd oscillatorsignaal op de halve frequentie van de ontvangstfrequentie. En zodoende worden ze, als ze dan toch uitgestraald worden, sterk onderdrukt.
van een column van Chris, Golf 7 Delta November, zendamateur en muzikant. Een column die de afgelopen weken in de amateurwereld veel stof deed opwaaien. De column is in het Engels, is afkomstig van de Rain Report en hij is ingekort. Een flink stuk van de tweede helft van de column is eruit gelaten, dit vanwege de tijd. De gehele column kun je beluisteren op www.therainreport.org en ook op panelete.nl. En op diezelfde website kun je ook de gehele column teruglezen. Ik ben het overigens niet noodzakelijk met alles wat Chris stelt eens. Hij stelt het ook, zo besef ik, om de discussie op te roepen en een open discussie. Dat is altijd goed. Right after this, we have for you a column by Chris Golf 7 Delta November, musician and ham radio operator, which provoked a lot of discussion amongst amateur operators all around the world. My own opinion is not necessarily the same as the author's, but for discussion's sake it is always good to hear another person's opinion, so that's why we bring it here. The column was originally brought by The Rain Report, www.therainreport.org. There you can listen to it, and a link and the complete text can also be found on www.papaalpha0echotangoecho.nl. I'm Larry McGlore, KB9DIP, with the March 24th Rain Report Hamcast. When one hears a discussion about amateur radios interfacing with digital technology, like Echolink, JT65, FT8, and even RIDI, invariably some diehard 80-meter redneck has nothing better to say than, that's not real ham radio. So just what is real ham radio? For a European perspective, we turn to Chris Rollinson, G7DDN. Chris recently penned and voiced a commentary addressing this question. It's not real ham radio, by Chris, G7DDN. I was musing recently on the wonderful history of amateur radio, from the early pioneers with spark transmitters and the race to get the first signals across the Atlantic, all the way up to the microwave enthusiasts who developed the way forward for space communications and satellite technology, and whisper this, yes, mobile phone technology too. The history of ham radio and RF technology is inextricably linked. There was even a time here in the UK where it was believed, anecdotally at least, that a ham radio call sign could help you to get a job with the BBC. However, change came very quickly, relatively speaking, in the early history of radio. From Marconi's experiments to the first public broadcast stations was only 25 or so years, and TV was only another 15 years or so behind that, and so on. Yet the history of ham radio is also one of resistance to change, not from the pioneers, they were often the instigators of it, but from the everyday hams. Let me see if I can give you some examples with my tongue planted very firmly in my cheek. The early hams used CW pretty much exclusively, so when AM arrived as one of the first of the voice modes, there was a bit of an uproar. It's not real ham radio! Real ham radio involves using a Morse key! What in the world is the hobby coming to? Using voice to communicate over the airwaves. It's sacrilege. But life went on. AM found acceptance and all was well in hamland once again. Then transistor technology arrived in the late 1940s and early 1950s, provoking quite a response. Hang on, that's not real ham radio. Real ham radio is glow in the dark. We can't be having this miniature technology. They'll never last as long as valves or be as reliable. But life went on. Solid-state devices found acceptance, and all was well in hamland once again. Then SSB arrived, and there was more discontent. That's not real ham radio. Real ham radios don't sound like Donald Duck. It's a fad. It'll soon fall away once people get fed up of hearing those silly voices. But life went on. SSB found acceptance, and all was well in hamland once again. Then FM and repeaters arrived, and there was polarisation within the hobby, and it wasn't horizontal or vertical I'm talking about either. That's not real ham radio! Real ham radio doesn't need to use that thing on top of that hill to help your signal get somewhere. Real ham radio is point to point. But life went on. FM and repeaters found acceptance, and all was well in hamland once again. Then packet radio arrived, and there was real trouble. That's not real ham radio. Real ham radio doesn't need one of those newfangled computer thingies in order to work. Get your key out, get your mic out, and start working other hams properly. But life went on. Packet radio found acceptance, and all was well in hamland once again. Then digimodes arrived, and there was yet more strife.
That's not real ham radio. Real ham radio doesn't involve typing messages to other hams. And those perishing computers again. What on earth are they doing in our hobby? But life went on. Digimodes found acceptance and all was well in hamland once again. Then digital voice modes arrived. And there were some very serious disagreements. That's not real ham radio. Real ham radios don't sound like R2-D2. Real ham radios don't use the internet to help them get round the world. They absolutely have to use atmospheric propagation. What is happening to this hobby? But life went on. D-Star and other digital voice modes found acceptance, and all was well in hamland once again. Then we arrive at today, and network radios come on the scene. And all hell breaks loose. That's not real ham radio. This is playing at ham radio. There's no amateur RF, so it simply isn't ham radio. What's more, I worked hard for my licence and everyone else should have to too. How dare people enjoy communications in an incorrect manner? So, will life go on and will all ever be well in hamland once again? It's the 21st century challenge. This is why the advent of network radios represents such a challenge to us as hams. It's causing us to completely rethink what it means to be a radio amateur in 2018 and beyond. And we will have to start facing up to questions similar to these. What exactly defines a radio amateur? What do we mean by amateur RF? Is it RF generated by someone who is an amateur? Or is it RF generated on a particular band allocated to us by a government? If so, does it absolutely have to be that? Can it be nothing else? Or does any of all this really matter anyway? And what about our bands? As hams, we're very attached to our bands. Whether it's 160 metres or 2 metres, we almost have a psychological sense of ownership of them. We have favourite bands. We have bands we never frequent. We even have our spot frequencies. And you know as well as I that some hams will get somewhat assertive if a fellow amateur is not a member of their group dares to use their frequency. And yet, in the 21st century, I believe this whole concept of bands and frequencies could be becoming ever more fluid. Why would this be? The most important thing is to keep our minds and our thinking wide open. We shouldn't just reject something out of hand just because it's new, or just because it challenges our own preconceived ideas of where radio should go. Equally, we shouldn't throw the baby out with the bathwater and reject traditional ham radio as it has been for years. Surely the ionosphere and the internet are complementary and not in competition. If you've listened this far and you haven't switched off, and you really want my personal thoughts, why can't we have the best of both worlds? Surely we can. Network radios, at this stage in their development at least, are not contest radios, for example, and the internet is not yet a contest-friendly mode of propagation. I mean, that might change, of course. So contesting, for example, is still best on the traditional ham bands. I'll see you on 80 metres, 59001, old man. However, regular, reliable, high-quality contacts around the world are but one thing that network radios excel at. So why not just use that when you want to? Or when the HF bands are so full of noise, or are otherwise dead. I do. I don't see the expansion of choice in the hobby as a bad thing. To me, enjoyment is the key. Does the fact that I'm transmitting on a cellular frequency at, say, 800 MHz, 900, 1800, 2100 MHz, or perhaps even on Wi-Fi at 2.4 GHz or 5 GHz, does that matter? Is there something intrinsically evil about that? Is it more virtuous to use 21 MHz or 432 MHz, for example? They're just frequencies, after all. I prefer to see myself following the motto of my local radio club, having fun with RF. Whether I choose to use a network radio or a Yaycomwood super-duper base station is not really as relevant to me. Enjoyment of the hobby is everything. Otherwise, why have a hobby? Whichever way this debate goes, and whichever direction this great hobby takes, my line would be to keep all the richness of every aspect of the hobby. In other words, to go back to the title of this piece and change but one word, it's all real ham radio. Thanks for listening. I'm Chris Rollinson, G7DDN. This has been a commentary written and voiced by British Ham,
Chris Rawlinson, G7DDN. You'll find a written copy of Chris's commentary on his website, g7ddn.com, and click on articles. Chris happens to be a musician, and he has a new album, Piano Reflections, now available on iTunes, Google Play Music, and Amazon Music. He also has a YouTube channel. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Abonneer je nu op de podcast van de Daily Minutes. De website van de podcast is dmpodcast.net. DM is kort voor Daily Minutes, dus dmpodcast.net. Bij de feed van de podcast komen er nog een breukstreep en vier letters bij. Breukstreep F-E-E-D. dmpodcast.net, / F-E-E-D. Subscribe now for this podcast, dmpodcast.net/feed. dmpodcast.net/feed. DM is Delta Mike. In het plaatsje is net als in de belastingvrije plaats Livigno, een Italiaanse. Terwijl dat vanuit Zwitserland niet hoeft. Bij Posta kampioenen mag je kiezen, zowel de Zwitsers als de Polen. Net als de Duitse. De Italiaanse dictator Mussolini voegde in de jaren 30 van de vorige eeuw de kampioenen d'Italia aan de naam. De inwoners van